Welkom bij weer een nieuwe tutorial. Ik heb hier een ontzettend leuk pakketje liggen. Van Tineke, tweedehands hoorwinkel. En ik heb Steno. Ook van Tineke, van tweedehands hoorwinkel. En wat gaan we daarmee maken? Deze. De paasmandala. Ook weer in zo'n houder, hè? Net als de kerstmandala. Ontzettend leuk. Het is allemaal Katona. Pakketje kant en klaar. Nou ja, ongehaakt, hè? Bij Tineke. En ik ga haken met haaknaald 2,5 mm. En ik ga deze schattige bolletjes gebruiken. Nou, ik had nog een klein beetje koffie staan. Die heb ik erbij gepakt. En voor mijn gemak een steekmarkeerder. Moet ik eigenlijk nog een schaar hebben, maar die komt dan zo meteen wel. Ik zal mijn koffie opzij zetten. Steekmarkeerder. En ik ga beginnen met het crème wit. Ja, zoiets denk ik. Daar gaan we mee beginnen. We beginnen met een magische ring. Die heb ik al heel vaak voorgedaan, maar ik zal hem nog een keer doen. Staart aan de voorkant van mijn vingers. Mijn haaknaald ligt klaar. Staart aan de voorkant. En laat een staartje, zodat je die straks weg kunt naaien. Want daarmee trek je de magische cirkel dicht. En met het wegnaaien hou je hem ook dicht. Maar dat doen we allemaal pas op het allerlaatst. Alle draadjes naai ik pas weg als de mandala in de ring zit. Nou, ik doe hem over mijn twee eerste vingers heen, naar beneden, terug omhoog en dan maakt hij een kruisje. Dan hou ik hem hier even vast. Met het haakje van de haaknaald naar beneden trek ik de achterste lus onder de voorste door als een soort katapult. En die lus draai ik zo op mijn haaknaald. Dan sla ik mijn werkdraad om en die haal ik dan door de lus op mijn haaknaald. Wil je het langzaam doen en dan lukt het niet, hè? Werkdraad oppakken. En dan door de lus op mijn haaknaald. Zo. En dan heb ik hier de magische ring. Met aan de ene kant twee draadjes. De ring en je staart. En aan de andere kant één draadje. Nou, is het de bedoeling dat we behoorlijk strak gaan haken? En we gaan in de ring 16 vaste haken. Dus, we hebben al één losse gemaakt net. Hè? Bij het vastzetten van de ring hebben we een losse gemaakt. En nu gelijk 16 vaste in de ring. In die eerste, voor het gemak, een steekmarkeer. Dan hoef ik straks niet terug te tellen van wat was nou de eerste. Weet ik gewoon die ene waar de steekmarkeer erin zit. Dat is mijn eerste. Ik trek het cirkeltje wat kleiner door aan mijn staart te trekken. Dat vind ik gewoon makkelijker haken. En nu moeten er nog 15 vaste bij, zodat ik er in totaal 16 heb. Dus in de ring insteken, omslaan, lus ophalen, omslaan. En door die twee lussen op je haaknaald. En dat dus in totaal 16 keer. Zo dus. Zal ik iets inzoomen zo? Het is wel lastiger met in beeld blijven. Maar ik doe mijn best. Dus in het ringetje, over die twee draadjes heen. Lus ophalen. En vast te haken. Totdat je er in totaal 16 hebt. Dit zijn 16 vaste. En nu ga ik mijn cirkeltje sluiten door aan de staart te trekken. Maar ik ga hem niet helemaal dicht sluiten. Ik trek aan het staartje. Totdat de onderkanten van de eerste en de laatste steek elkaar raken. En zorg erbij dat dit dan niet gedraaid gaat zitten. Het moet wel mooi plat zijn. Ja, nog een klein stukje. Zo.
Dan heb je dit. Dan steek je in die steek waar de steekmarkeerder zit. En je sluit met een halve vaste. Dus steekmarkeerder eruit. In die eerste vaste insteken. Omslaan. Doorhalen. En door de lus op je haaknaald. En dan heb je de eerste ronde klaar. De tweede ronde, die beginnen we met 8 lossen. 1, 2, 3 voor het eerste stokje. En in die derde, daar steek ik mijn steekmarkeer erin. Dan weet ik, daar sluit ik straks mijn ronde weer. Dat zijn 3 lossen en nu nog 5 erachteraan voor een opening. Dus 1, 2, 3, 4. Oh, ik zit met mijn staartje te haken. Dat is niet de bedoeling. Moeten we even overdoen. Kijk, dat is dan dus wel iets waar je op moet letten. Hè? Als je je ronde sluit, dat je dat niet met je staartje doet, maar met je werkdraad. Goh, wat dom. Nou ja, zo dus. Gesloten. Net als net, alleen nu met mijn werkdraad. Dan haak ik nu die 3 lossen die voor het eerste stokje staan. 1, 2 en 3. En in die derde de steekmarkeerder. Dan weet ik, straks sluit ik mijn ronde in die lossen. En dan haak je nu nog 5 lossen voor een opening. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sla je om een stokje te doen. Deze 3 lossen komen uit de eerste vaste waar je je ronde gesloten hebt. De tweede vaste, die sla je over en je gaat naar de volgende. En daar maak je een stokje. En dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Omslaan voor een stokje. 1 vaste overslaan en in de volgende weer een stokje. En 5 lossen. 1, 2, 3, 4 en 5. En zo ga je rond en dan heb je straks 8 van die boogjes. Kijk, dit is wat je als laatste hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En hier nog 5 lossen en daarmee maken we boogje nummer 8... door te sluiten in die lossen waar de steekmarkeerder in zit. Met een halve vaste. Dus insteken, lus ophalen en door de lus op je haaknaald. Ik heb ondertussen een schaar gepakt. Knip mijn draad af. Zo. En ik haal hem nog 1 keer door. En aantrekken. En dan heb je ronde nummer 2 af. Gaan we verder met dat mooie zachte geel. Nou, ik heb dat geel erbij gepakt en we gaan ronde 3 doen. Hier heb ik afgehecht. Dus ik begin niet in het boogje gelijk erna, maar een klein stukje verderop. Zodat die draadjes niet allemaal op hetzelfde plekje weggewerkt worden. Dan krijg je niet op 1 plek... allemaal stukken waar draadjes weggenaaid zitten. Maar dan zit het straks verdeeld over heel de mandala. Dus dat geldt voor de hele mandala. Elke keer als je van kleur wisselt, hecht dan een stukje verderop aan in plaats van heel dicht bij je draadeindje. Nou, wat gaan we doen? We gaan in de boogjes haken. En ik hecht aan gewoon zo door mijn draad door te halen. Ik laat weer een staart om straks weg te naaien. En ik begin gelijk met 3 lossen voor het eerste stokje. 1, 2 en 3. En in die derde lossen zet ik weer
Mijn steekmarkeerder. Maar hecht aan zoals jij gewend bent. Dat is altijd goed, hè? Dat weet je wel. Nou, nu haak ik een stukje over mijn draadje heen. En ik haak nog 4 stokjes in dat boogje erbij. En ik haak over het draadje heen. 1. 1. Nou, deze even overnieuw. Dit was 1, dan wordt dit 2, 3 en 4. En dan die 3 lossen, meetellend als stokje, heb je er 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dan doe je 2 lossen. 1 en 2. En je gaat naar je volgende boogje. Nou, kan ik daar ook nog over het staartje heen haken. 5 stokjes in elk boogje, gevolgd door 2 lossen. Dus 1, 2, 3 4 5 en 2 lossen. En dat doe je helemaal rondom. En dan krijg je dus 8 van die groepjes met 5 stokjes. En dan steeds 2 lossen ertussen. Ik kom trouwens nu bij het staartje van dat witte beginnetje, hè, waar we begonnen zijn, zeg maar, die afhechtdraad. En daar ga ik nu overheen haken. Dat scheelt weer met wegnaaien straks. Dus in het boogje, over het staartje heen. Zo. Over het staartje heen, in het boogje. Gewoon weer 5 stokjes. 1. 2. 3. 4 en 5 en 2 lossen. En dan nog een keertje. Dus ik ga 2 boogjes over het staartje heen haken. 1, 2, 3. 4, 5, 2 lossen. Nou, dan kan ik nu dat staartje laten hangen. Net als wat ik hier met, waar is die? Hier heb ik de gele laten hangen. Ik heb er 2 boogjes overheen gehaakt. En toen het gele staartje laten hangen. En nu heb ik dus 2 boogjes over het witte staartje heen gehaakt. En die laat ik nu ook hangen. Nou, dan heb ik nog 1 boogje te doen. Dus 5 stokjes. 1. 2. 3. 4. En 5. En dan nog 2 lossen. En sluiten in die steek waar de steekmarkeerder zit. Met een halve vaste. Zo. En dan heb je dit. Die staartjes. Ik weet, het is niet leuk, allemaal staartjes. Maar straks als ze weggenaaid zijn, het resultaat wordt zo ontzettend leuk. Nou ja, dat heb je kunnen zien. Kunnen we verder met ronde 4. Je begint met 3 lossen voor het eerste stokje. 1, 2, 3. Nou. Steekmarkeerder in die derde lossen. Daar sluiten we straks de ronde.
En in diezelfde steek waar je net gesloten hebt, daar haak je nog een stokje bij. Dan heb je 2 stokjes in 1 steek. Zo. Dan haak je 3 stokjes op een rij. Dus 3 achter elkaar. En goed kijken, dat tweede stokje hier, zie je, daar is het lusje een beetje van weggetrokken. Maar dan moet je wel onderdoor steken. Dus onder die 2 lusjes door. Dat is het eerste stokje. Middelste stokje is het tweede stokje. En dan het vierde stokje van dat groepje. Daar haak je nog een keer 1 stokje. Dan heb je 3 stokjes achter elkaar gedaan. En dan dat laatste stokje van de vorige ronde. Daar doen we weer 2 stokjes in. En dan heb je dit. Hij wordt dus wijder. Dan doe je weer 2 lossen. En dan gaan we weer hetzelfde doen. In het eerste stokje van het volgende groepje 2 stokjes. 1. En 2. Dan de volgende 3 stokjes, daar haak je 1 stokje in. Dus 1. In de volgende nummer 2. En in die erna nummer 3. En dat is dan het vierde stokje van het groepje waar je in aan het haken bent. En in het laatste stokje, de 5e, daar haak je weer 2 stokjes. 1. En 2. Gevolgd door 2 lossen. Nou, en dit doe je rondom. 2, 3, 2 en 2 lossen. 2, 3, 2 en 2 lossen. Dus op het eerste stokje 2 stokjes, dan 3 stokjes achter elkaar en dan ben je bij het laatste stokje en daar doe je er ook weer 2 in. En dan 2 lossen. Zie ik je daar weer. Ik heb mijn ronde dus weer gesloten in die steek waar de steekmarkeerder zit. En we kunnen beginnen met ronde 5. We beginnen weer met 1 stokje. En het eerste stokje zijn 3 lossen. 1, 2, 3. En zoals steeds doe ik in die derde losse een steekmarkeerder. Het hoeft niet, hè, als jij zegt van nou, ik vind het gewoon veel prettiger om zonder steekmarkeerders te werken. Gewoon doen, is geen probleem. Nu gaan we die 3 middelste stokjes gaan we samen haken. Dus het tweede stokje, die sla je over. Die waar dat draadje een beetje van naar beneden is getrokken, die sla je over. Je gaat gelijk naar het derde stokje. Omslaan. In het derde stokje insteken. Lus ophalen. Omslaan. En dan onder 2 lussen op je haaknaald door. En dan stop je. Dan sla je weer om. Je gaat naar het volgende stokje. Lus ophalen. Omslaan en onder de eerste 2 lusjes door. En dan stop je weer. Dan sla je weer om. Je gaat naar het volgende stokje. Insteken, lus ophalen, omslaan en onder 2 lussen door. En dan heb je 4 lussen op je haaknaald staan. 1, 2, 3 en 4. Dan sla je om en je gaat onder alle 4 die lussen door. Dan heb je die 3 middelste stokjes heb je samengehaakt. Nu sla je het ene laatste stokje over. En in het laatste stokje van dat groepje haak je weer een stokje. Dus dit groepje bestaat uit 1 stokje. 3 samengehaakte stokjes en weer een stokje. Dan doe je 3 lossen.
1, 2 en 3. En dan ga je naar die opening tussen je groepjes in. Deze hier, die twee losse opening. Daar haak je een V-steek. En de V-steek is 1 stokje. 2 lossen. En nog een keer een stokje in diezelfde losse opening. En dan doe je weer 3 lossen. 1, 2 en 3. En dan komen we weer bij dat grote groepje met stokjes. Het eerste stokje, daar haak je een stokje in. Stokje nummer 3, 4 en 5. Die gaan we samen haken. Het tweede stokje sla je over. Dus omslaan. Tweede stokje sla je over. Je gaat naar de derde. Lus ophalen. Omslaan en onder 2 lusjes door. En dan stoppen. Omslaan. Je gaat naar het volgende stokje. Je haalt je lus op. Omslaan en onder de eerste 2 lusjes door. En dat doe je nog 1 keer. Omslaan. Het volgende stokje. Een lus ophalen. Omslaan en onder de eerste 2 lusjes doorhalen. Dan heb je weer 4 lusjes op je haaknaald. Omslaan en onder alle 4 door. Dan heb je 3 stokjes samengehaakt. Dan sla je om. Je slaat het volgende stokje over. De ene laatste. En in de laatste, daar haak je weer een stokje. En dan heb je weer een groepje gemaakt van 1 stokje, 3 samengehaakte stokjes en 1 stokje. Dan doe je 3 lossen. 1, 2 en 3. En dan in de volgende losse opening, daar haak je een V-steek van 1 stokje, 2 lossen en nog een keer een stokje. Dan weer 3 lossen en begint het hele feestje weer opnieuw. In het eerste stokje 1 stokje. Doet nu iets sneller, hè? Tweede stokje overslaan. De volgende 3 stokjes samenhaken. 1, 2, 3 keer een stokje niet afgemaakt. Omslaan door alle 4 de lussen. En dan 5e stokje overslaan. En in het 6e stokje haak je weer een stokje. 3 lossen. Een V-steek in de losse opening. Dus 1 stokje. 2 lossen. 1 stokje. Dan weer 3 lossen. En ga je dat groepje weer maken. Met die stokjes die je ook weer samenhaakt zo. En dit doe je helemaal rondom. Ik heb dus weer gesloten in die steek waar mijn steekmarkeerder zit. En nu mag geel eraf. Dus ik knip hem af. Ik haal de draad nog 1 keer door. Ik trek hem aan. En dan heb ik dit. Een frommeltje. Zie je dat? Dat komt echt helemaal goed hoor. Maar dit moet je dan dus hebben. De puntjes met daar zo'n mooi 3 van die boogjes. 3 lossen. Je V-steek met 2 lossen en dan weer 3 lossen. En dit heb je dan rondom. Ronde nummer 6 doen we weer met dat wit. Nou ja, het is roomwit, hè? Crèmewit. Het is niet spierwit. Ik ben hier geëindigd met mijn geel. En ik ga niet hier aanhechten, niet hier, maar hier. Gewoon een stukje verderop. En dan heb je hier 3 boogjes, hè? 3 lossen, 2 lossen
drie lossen. En in dat eerste boogje ga je aanhechten. En doe dat op jouw manier zoals jij het fijn vindt. Staartje laten om weg te naaien. En je begint met drie lossen voor het eerste stokje. 1, 2 en 3. Steekmarkeer er weer in die derde. Dan doe je, even goed kijken, 3 lossen. 1, 2, 3. En in diezelfde opening nog een keer een stokje. Dan heb je dus een V-steek van een stokje, 3 lossen en een stokje. Dan doe je 3 lossen. 1, 2 en 3. En dan in het 2 losse boogje maak je weer zo'nzelfde V-steek. Dus weer, ik haak over mijn draadje heen. Hè? Dus weer een stokje. 3 lossen. 1, 2, 3. En nog een keer een stokje. En dan doe je weer 3 lossen. 1, 2 en 3. En dan in dat laatste boogje doe je weer zo'n V-steek. Stokje. 3 lossen. 1, 2, 3. En nog een keer een stokje. En 3 lossen. 1, 2, 3. Draadje opzij. En dan ga je naar de volgende 3 boogjes. Dus dit puntje sla je over. Je gaat naar de volgende 3 boogjes. En daar doe je precies hetzelfde in. Een stokje. 3 lossen. En nog een keer een stokje. In datzelfde boogje. Dan heb je weer een V-steek. Zo. Dan 3 lossen. En in het volgende boogje een V-steek. Dus een stokje. 3 lossen. En nog een keer een stokje. Dan 3 lossen. En in het laatste boogje een V-steek van een stokje. 3 lossen en een stokje. En je eindigt deze herhaling met 3 lossen. 2 en 3. En dan krijg je rondom dit. Zo. 3 V-steken in 3 boogjes. En steeds 3 lossen ertussen. Helemaal rondom doen. En dan sluit je in de steek met de steekmarkeerder. Deze ronde sluit je niet na 3 lossen. Na die 3 V-steken. Maar je sluit met 1 losse en dan in die steek waar de steekmarkeerder zat, daar doe je een vaste. Zo, dan zit je ongeveer in het midden en dan heb je toch die afstand. Dan gaan we ronde 7 doen en die begin je met 3 lossen voor het eerste stokje. Daar weer de steekmarkeerder in. Dan doe je 3 lossen voor een opening. 1, 2, 3. Omslaan. En dan in de opening hier onder die vaste. Hier. Daar maak je een stokje. En dan heb je precies in die opening, in het midden, heb je een V-steek van een stokje, 3 lossen en een stokje gemaakt. Super slim, toch? Dan doe je 3 lossen. 1, 2, 3. Je slaat de V-steek van de vorige ronde. Die sla je over en je gaat naar die 3 losse opening die je steeds tussen de V-steek hebt gemaakt. Daar.
En daar maak je weer een V-steek van een stokje, drie lossen en een stokje. En dan doe je weer drie lossen. Je slaat weer de V-steek over en je gaat naar de opening tussen die twee V-steken in. Die losse opening. En daar haak je weer een stokje, drie lossen en een stokje. En dan doe je weer drie lossen. 1, 2 en 3. En dat is de herhaling voor deze ronde. Je gaat naar de volgende opening tussen twee V-steken in. En die opening die zit precies boven het puntje van dat gele bloemblaadje. Hier. Daar maak je een V-steek van een stokje. Drie lossen. En nog een keer een stokje in die opening. Nou, hij moet, hij wou niet, maar hij moet gewoon, klaar. En dan doe je drie lossen. 1, 2, 3. De volgende V-steek, die sla je over, die in dat boogje zit, hè. En je gaat naar het boogje tussen de twee V-steken in. Hier. Dus dit gaatje sla je over. Je gaat naar het volgende gaatje. En dan maak je weer een V-steek van een stokje, drie lossen en een stokje. En dan doe je weer drie lossen. 1, 2 en 3. Volgende V-steek overslaan. En in het boogje tussen de twee V-steken in, dus het volgende gaatje. Niet het gaatje van het volgende V-steek, maar het gaatje erna, de opening. Daar maak je weer een V-steek. Stokje, drie lossen en een stokje. En drie lossen. 1, 2 en 3. En dan krijg je dit. Zal ik het nog één keer voordoen? Gewoon omdat die plaatsing van de V-steken best belangrijk is. Je gaat naar het boogje die boven dat gele bloemblaadje zit. Dit boogje. Dus de laatste V-steek, die sla je over. Je gaat naar het boogje hier, die grote opening boven het bloemblaadje. Daar doe je je eerste V-steek van de herhaling. Dus stokje, drie lossen. En nog een keer een stokje in diezelfde opening. En dan doe je drie lossen. 1, 2, 3. Dan volgende opening, die sla je over. Dat is de opening van de V-steek hier. Hier, dit was een V-steek, die zit in één boogje. Die sla je over, je gaat naar de volgende opening. En die zit precies tussen twee V-steken in. Daar maak je weer een stokje, drie lossen en een stokje. 1, 2, 3 lossen en dan weer een stokje. En dan weer drie lossen. 1, 2, 3. Dan sla je de V-steek weer over, dus het volgende boogje. Die sla je over, je gaat naar die erna. En dat is het boogje tussen twee V-steken in. En daar haak je weer die V-steek van een stokje, drie lossen en een stokje. En je sluit de herhaling af met drie lossen. 1, 2 en 3. En dan ben je weer bij dat boogje boven het blaadje. En dit krijg je dan rondom.
Als je hem uitrekt, ziet het er zo uit. Want hij wordt straks uitgerekt, hè, als je hem in de ring gaat spannen. Dit wordt hem. Doe dit helemaal rondom en sluit in de steek met de steekmarkeerder. En dan mag de witte draad er weer af. Oké, als je deze ronde nu helemaal hebt gedaan met die laatste V-steek zo, dan gaan we deze mooie gele blaadjes maken. Dus pak je geel er weer bij en we gaan deze blaadjes doen. Nou, geel, haaknaald, lapje en we gaan de blaadjes haken. Nou, we gaan aanhechten in één van die V-steken. Maakt niet zoveel uit welke, als je maar weer voorbij je staartje zit van de vorige ronde. Hè, dat blijft. Ik ga hier beginnen. Ik vind dit een mooi beginnetje. Gewoon in de V-steek aanhechten, zoals jij het wil. En 7 stokjes haken. En het eerste stokje zijn weer 3 lossen. Dus in die V-steek. Derde losse krijgt van mij weer die steekmarkeerder, gewoon om het makkelijk te maken. En ik haak er nog 6 stokjes bij. Dus ik schuif hem even een beetje op, zo. Over het staartje heen haak ik nog 6 stokjes. Dan heb ik er 7 in totaal. 1, 2, en dat gaat echt pas hoor. 3. Doris wordt wakker. Hé, hey, gekke vent. Jullie horen hem vast al. Kijk, hier is hij. Nee, ik kan het niet zien. Hij is, kijk, jawel. Nee, de camera is lief. Ik weet het, maar die hoef je geen kopjes te geven. Hoeveel heb ik er? Ik heb er nu 1, 2, 3, 4. Dan is dit de 5e. Dus is het 4e echte stokje wat ik haak. 6. En 7. Zo. Staartje opzij. En nu ga ik naar de V-steek van de vorige ronde. En daar haak ik een stokje in. Dus ik sla om. En hier heb je een boogje van 3. En daaronder zit een V-steek. Daar haak je een stokje in. En dat doe je door in de V-steek in te steken. Het lusje van die V-steek, die boog, op je haaknaald te leggen. En zo weer naar boven te komen, zodat je, ach, torens toe, dat boogje van deze ronde overslaat. Die laat je los, want daar gaan we straks weer in haken. Dus in dit boogje haak je 1 stokje. En dat is de herhaling. Omslaan naar de volgende V-steek hier. Dus we gaan over 2 toeren haken eigenlijk. Volgende V-steek. Daar haak je 7 stokjes in. Wel ja, 1, 2, 3, 4. Straks haak ik je vacht mee. 5. 6 en 7. Omslaan om een stokje te doen. En dat stokje doe je in de V-steek van de ronde ervoor. Hier dus. Dus ik leg mijn duim hier even op dat ik die niet meehaak. Ik steek in die V-steek in. Dat lusje op mijn haaknaald. En dan kan ik omslaan, lus ophalen en een stokje maken. Zo. En dan de volgende V-steek. 7 stokjes. En dat is de herhaling voor deze ronde. Hè? 1, 2, 3, 4, 5. Ik ga eens even een stukje opzij. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
7. Omslaan. De V-steek van de ronde ervoor. Dus ik leg mijn duim op het lusje wat hier nu tussen twee V-steken in zit. Zo. Omgeslagen. En dan in die V-steek eronder insteken. En dan kun je daar je lus op halen en een stokje maken. En dat stokje komt dan voor die lus te liggen. En dan kun je in je volgende V-steek weer 7 stokjes maken. 1. Al dan niet met vacht van de horens. 2. 3. Ja, Doris, je bent lief. 4. 5. 6. 7. Omslaan voor een stokje. De V-steek eronder. En 1 stokje. En dan krijg je dit. Zo ga je helemaal rond en je eindigt hier op het laatst met een stokje in die V-steek. Zie ik hier weer terug. Kijk, ik heb mijn laatste 7 stokjes in de laatste V-steek gehaakt. En nu nog 1 stokje in die ronde eronder. Hier in die V-steek daar. Daar nog 1 stokje. En dan sluit ik in de steek met de steekmarkeerder, met een halve vaste. En dan mag deze gele draad er weer af. Kijk, hier zat mijn steekmarkeerder. Zo. Draad afknippen. Zo. En dan hebben we dit. Kan ik nog verder uitzoomen? Ja, kijk door, hier. Dit heb je dan. Het zit een beetje opgefrommeld, maar dat komt echt helemaal goed. Serieus. We gaan verder met roze. Oké, het kleine bolletje roze. Je mag ook de lila nemen, hè? Maar Tineke had dus die roze. Dit is de lila, hier is de roze. Dus ik ga dat ook doen. En nu gaan we echt... hoe heet dat ook alweer? Relief haken? Nee, het had een speciale 3D-relief. Weet je? We gaan echt hartstikke leuk. Voor deze ronde begin ik met een lusje op mijn haaknaald. Dus niet aanhechten zoals ik steeds heb gedaan door gewoon de draad door te halen op een bepaalde plek. Maar staartje en een lusje op mijn haaknaald. Want hier ben ik geëindigd, dus ik ga een klein stukje verder. Ik ga naar een waaiertje van 7 stokjes. En dan zoek ik het middelste stokje. 1, 2, 3. Dit is de 4e. En dan van achter om het pootje steek ik in. Van achter zo langs het pootje. Van het 4e stokje en dan ga ik weer terug naar achter. Zie je, dan heb je dat 4e stokje zo achter je haaknaald liggen en een lusje op je haaknaald. Dan pak je je werkdraad, omslaan en die haal je door. Dan heb je 2 lusjes op je haaknaald. Omslaan en door die 2 lusjes halen. En dan ben je begonnen met een staande vaste. En in die vaste, daar zet ik dan mijn steekmarkeerder in, want daar ga ik straks sluiten. Zo. En nu, we gaan dubbele stokjes doen. 5 stuks, dus 2 keer omslaan. En nu heb je hier achter dit ene stokje, heb je dat lusje zitten die we net hebben overgeslagen. Daar gaan we nu in haken en daar maak je 5 dubbele stokjes. Dus in dat lusje. Eén. 2 keer omslaan.
2. Vier. En nog eentje. 5. En dan zit hij erachter. Zie je dat? Hij zit erachter. Nou, dan ga je naar de volgende gele waaier. Dat gele bloemblaadje. En dan weer de middelste. De 4e. Dan steek je van achter langs het pootje van het stokje. En dan weer terug naar achteren. Dan ligt hij weer op je haaknaald. Omslaan, je lussen doorhalen en je vaste afmaken. En dan ga je weer naar de volgende. Het lusje achter dat ene stokje. Je vouwt je blaadjes even opzij, die gele, en dan zit daar een ongebruikt lusje. En daar haak je 5 dubbele stokjes in. Dus 2 keer omslaan. Je eerste. 2 keer omslaan. Insteken. Lus ophalen. Omslaan. Onder 2. Omslaan. Onder 2. Omslaan. Onder 2. Heb je 2 dubbele stokjes. Nou, zo doe je er 5. Dus 3. 4. En 5. Gele blaadje weer omhoog. En dan om het 4e pootje van het gele blaadje, middelste stokje, insteken van achter naar voor. Dan weer terug naar achter om het pootje heen. Dan ligt het pootje op je haaknaald. Je haalt je lus op en je maakt je vaste af. En zo ga je dus helemaal rond. Het boogje, als je je gele blaadje opzij naar voren buigt, heb je daarachter een leeg wit boogje. En daar haak je 5 dubbele stokjes in. 1. 2. 3. Oh, wel het hele draadje omslaan. Dit is 4. En nog eentje voor 5. En dan weer een vaste in die gele waaier. Dus achter het 4e pootje langs. 1, 2, 3. Middelste pootje van het stokje. Terug naar achteren, je lus ophalen en een vaste maken. Nou, en dan krijg je dus rondom dit. Zo, die roze blaadjes achter al die gele. Je eindigt met in het laatste boogje hier 5 dubbele stokjes en een halve vaste in die steek met de steekmarkeerder. En dan mag roze weer af. Nou, ik geloof dat Chrissy komt helpen om deze boogjes te gaan maken. En dit is dan het moment waarop of dat je de mandala passend in de ring gaat maken. Meer rijen boogjes, wordt die groter. Minder rijen boogjes, wordt die kleiner. En dan komt die er strakker in te zitten. Nou, Chrissy is op mijn lapje gaan zitten, dus daar moet ik hem van afhalen. Chrissy dan, hè, van het lapje. En dan de witte weer bij gaan pakken. Nou, het is hartstikke gezellig zo. Chrissy, Doris en mijn haakwerk. Deze ronde met die boogjes die we gaan maken, begin ik weer met een lusje op mijn haaknaald om met een staande vaste te kunnen beginnen. Ik weet trouwens weer hoe of dat deze haaktechniek heet. Dat is overlay crochet. Als je voor en achter langs je rondes gaat haken. Overlay crochet, zo heet het. Dure naam voor eigenlijk iets wat best wel simpel is. Nou, ik ga inzoomen. Zo.
En het lusje op mijn haaknaald. En ik ga naar zo'n roze bloemblaadje. En dan het middelste dubbele stokje. De derde dus. En dan ga ik weer achterlangs zo'n staande vast te maken. Dus ik steek langs het pootje van het dubbele stokje in. Van achteren. En ik ga voorlangs weer terug naar achteren. En dan ligt dat dubbele stokje ligt op je haaknaald samen met dat lusje. Omslaan, lus ophalen en dan je vaste afmaken. En in die vaste zet ik mijn steekmarkeerder terug. Gewoon puur voor het gemak, niet omdat het moet. En dan ga je boogjes maken van 5 lossen. 1, 2, 3, 4 en 5. En dan ga je naar je volgende roze bloemblaadje. En weer het middelste dubbele stokje. Achterlangs het pootje insteken. En dan weer terug naar achteren aan de andere kant van het pootje. Je lus ophalen. En je vaste afmaken. En dat blijf je herhalen. 1, 2, 3, 4, 5. Volgende roze bloemblaadje, het middelste dubbele stokje. Achterlangs het pootje insteken en dan weer terug naar achteren. Lus ophalen en je vast te maken. En dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4 en 5. En dit blijf je rondom doen. En bij het laatste boogje kom ik bij je terug. Ga ik laten zien hoe of dat je die ronde kunt sluiten. Zo. Dit krijg je dan. En dan kom ik hier bij je terug voor het sluiten van deze ronde. Oké, het laatste boogje. Het is de bedoeling om midden in het boogje uit te komen. Of zo goed als in het midden. Dus ik doe 2 lossen, geen 5, 2. Ik sla om en in die eerste vaste waar die steekmarkeerder in zit, maak ik een half stokje. Dus omslaan en door alle 3 de lussen. En dan zit je ongeveer in het midden. Dan ga ik kijken of dat die in mijn mandala zou gaan passen. Zo, steekmarkeerder eraan, gebeurt er niks. Dan heb ik hier mijn ring. Chrissy, je zit er wel heel lekker bij zo, hè? Ga eens een klein beetje opzij, jongen. Zo, kijk. En dan leg ik een ring. En dan trek ik hem uit. En dan denk ik... Nee, gaat nog niet passen. Want als ik hem helemaal uit ga trekken... Ik weet het niet. Ik ga nog een rondje met deze boogjes doen. En dan met het derde rondje. Precies als wat Tineke heeft. 1, 2. En met het derde rondje heeft Tineke hem vastgezet. Ik denk dat ik dat ook ga proberen. Dus nu eerst nog 1 rondje met die boogjes. Ik ben hier dus zo goed als in het midden. Steekmarkeerder eruit. Haaknaald weer op het lusje. Ik doe 1 losse en in dat boogje steek ik in om een vaste te maken. Zo. En dan steekmarkeerde er weer in. Dan weet ik, daar moet ik straks weer sluiten. En dan ga ik nog zo'n rondje doen. 5 losse. 1, 2, 3, 4, 5. En in het volgende boogje een vaste. Echt heel simpel. 1, 2, 3, 4, 5. En in het volgende boogje een vaste. Nou, dit dus weer helemaal rondom. En dan sluit je de ronde weer in het laatste boogje een vaste. 2 lossen en dan in de steek met de steekmarkeerder een half stokje. Nou, het laatste stukje dus. 2 lossen, 1 en 2.
En dan in die vaste waar de steekmarkeerder zit, daar een half stokje in. Dan zit je weer in het midden van het boogje. Zo. En nu kan de ring erbij. En we gaan gewoon kijken. Gaat die passen? Zo niet, dan doen we nog een ronde en anders wordt het toch weer aangepast. We beginnen met één vaste. En die haak je, even kijken hoor. Ja, zo. De ring onder je draad en je haakwerk aan de voorkant. Dan steek je in het boogje in, zo. Je haalt je lus op. Nee, dat doen we niet. We beginnen met twee lossen. Ja, zo was het. Twee lossen. 1 en 2. Zo moet je beginnen. 2 lossen. En dan pak je ringen bij. Op dezelfde manier wat ik net zei. Je haakwerk ervoor. Je draad zo overheen naar achteren. En dan kun je onder je ring door een lus ophalen. En dan een vaste maken. Zo. En dan doe je 2 lossen. Excuses voor het gerammel van de ring. 2 lossen en dan ga je naar het volgende boogje en dan maak je een vaste. 2 lossen. Nou, Chrissy heeft er ook genoeg van. En dan weer om de ring. Een vaste. En laat die zo goed mogelijk aansluiten. Hè? En dan weer 2 lossen. En in je lapje, in het volgende boogje weer een vaste. En zo blijf je afwisselen. En ik kan je verzekeren, als je dit op je schoot doet, gaat het makkelijker dan wanneer je het zo onder een camera doet. Zo, de vaste. 2 lossen. Om de ring weer een vaste. Zo, en weer 2 lossen. En straks als je over de helft bent, dan komt er heel veel spanning op die mandala te staan. 1 en 2 lossen en weer om de ring. Even er weer op, zo. Om de ring en vaste. En dit blijf je dan dus zo herhalen, hè? Dan komt hij er, als het goed is, heel strak in te staan. Kijk, want het rekt helemaal uit. Zie je dat? En het zit hier zo. Dus op een gegeven moment wordt het best lastig om te gaan doen. Maar volhouden, het is maar 1 rondje. En je hoeft niet allemaal vast nog eens om de ring heen te haken. Dat is er steeds maar 1. Dus het is goed te doen. Ik ga dit nu verder even op de bank doen met de ring op schoot en zo. Gaat een stuk makkelijker. En dan kom ik bij je terug als ik klaar ben. Kijk, over het op maat maken. Hè? Ik ben nu over de helft en ik schuif die vaste die er al op zitten zo ver mogelijk uit elkaar. Zo verder kan echt niet. Maar als ik dan de mandala verder oprek, dat gaat hem niet worden, hè? Die krijg ik er zo niet omheen. Dus wat ga ik doen? Ik ga die laatste rij uithalen en in plaats van 2 lossen en een vaste, ga ik 3 lossen en een vaste doen. Dus dit mag eruit. Zo. Hier nog die 2 lossen zitten. Dan doe ik 1 losse bij. Zo. En dan een vaste om de ring. En dan weer 3 lossen. 1, 2 en 3.
en een vaste in het volgende boogje. Precies als wat ik net deed, alleen nu met 3 lossen en niet met 2. 1, 2 en 3. Dan krijgt hij, oh, wel netjes doen, krijgt hij net iets meer ruimte, maar niet overdreven veel. Dit is 1, 2 en 3. En dan weer om de ring een vaste. 1, 2, 3. En een vaste in het boogje. Nou, en als dit dan bij jou ook nog steeds niet past, kun je overwegen om eerst nog een gewoon losse boogje om je laatste boogjes te maken. Dus een ronde met die boogjes. En doe dan in plaats van 5 lossen, doe je dan 6 tussen. Op zo'n manier kun je dus je mandala passend gaan maken. Ik ga het nog een keer proberen. En ik hoop dat hij nu dus wel gaat passen. Omdat het boogje wordt net ietsje groter hier. Krijgt hij net iets meer speling. Nou, ik zal een beetje inzoomen. Je ziet, ik heb mijn laatste vaste aan de ring hier gemaakt. En nu kreeg ik hem er wel in met 3 lossen. Een vaste en 3 lossen steeds. Nu zoom ik even in en dan kunnen we het laatste steekje gaan doen. Ik moet nog 1 keer 3 lossen. 1, 2 en 3. En die maak ik dan vast hier waar ik begonnen ben. Daar moet ik hem vastmaken met een halve vaste. En dat zal niet heel makkelijk gaan, maar het gaat wel. Ik steek hem erin. Even kijken hoor. Ik denk dat ik het zo doe. Zo. Van onderaf steek ik. Van onderaf steek ik hem dan in dat gaatje. Zo. Haal hem door. Even goed aantrekken. Dat die steken dicht bij elkaar zitten. En door de lus op mijn haaknaald. Kom. Jee, gelukt. Draad afknippen met een staartje om weg te kunnen naaien. Nog 1 keer doorhalen. Zo. Draad naar achteren stoppen. En nu is het tijd om al die draden aan de achterkant weg te gaan naaien. En je begint met de middelste. Daarmee trek je hem. Hij zit er heel mooi in, hè? Maar daarmee trek je hem dus echt zo strak mogelijk. Want dat vind ik het mooist bij een mandala. Die moet er echt zo strak mogelijk in zitten. Dus ik trek met beleid. Het is katoen, hè? Dus je kunt er best wel kracht op zetten. Maar doe het met beleid. Die cirkel dicht trekken. En dan alle draadjes gaan wegnaaien. De draadjes waar je overheen hebt gehaakt. Die zit al 1 keer die kant op. En dan ga je nog een keer die kant op. En nog een keer die kant op. Dan zit hij 3 keer heen en weer. Laat niet meer los. En zo probeer je dus zo netjes mogelijk al die losse draadjes weg te naaien. En als ik dan mijn houten blokje erbij pak, ga ik eens kijken dat hij in de ring past. In het blokje. En dat zou moeten gaan. Tineke is het ook gelukt tenslotte. Dus mij moet het ook lukken. Ja, kijk. Hij zit erin. En dit was dan deel 1 van de tutorial van de paasmandala. Want kijk, bij Tineke, allemaal leuke versieringen erop. En die ga ik maken in deel 2, want anders dan duurt de tutorial ellenlang. En dan kunnen jullie nog niet beginnen. Dan moet je wachten totdat ik dat ook allemaal gedaan heb. Dus ik ga dat in deel 2 filmen. De paaseitjes, de konijntjes. En wie weet ga ik er nog een paar grassprietjes tussen doen en zo. Komt wel goed. Deel 2 wordt dat. Ik wens je hier heel veel plezier mee. Ik ga hem eerst weer uit dat blokje halen. En dan alle draadjes wegnaaien. En in deel 2 gaan we dan dus de versieringen maken. De pakketten hiervoor.
Ik weet niet, heb ik dat al gezegd? Lijkt me wel, hè. Onder in de beschrijving bij Tineke, de tweedehandswolwinkel.nl. Trek je niks aan van die naam, want dat zegt verder helemaal niks. Dit is allemaal nieuw garen. Tineke heeft alleen ook tweedehands garen. Allemaal goed garen, alleen het is tweedehands, ja. Ga maar eens kijken op haar website. Daar kom je heel veel tegen. Ook leuke sale, uitverkoop. Koophoekje heet dat, geloof ik. Uitverkoophoekje. Ik weet niet precies uit mijn hoofd zo snel. Maar ga er eens rond snuffelen. Kom je hartstikke leuke dingen tegen. En ondertussen wens ik je dan dus heel veel haakplezier met deel 1. En zie ik je graag terug voor deel 2.